Ik heb net repetitie gehad van Boef, het nieuwe stuk van Kleintje BMT. En ik sta hier met Boef. Hoe was het gegaan? Ik vond dat het best eigenlijk heel goed was gegaan. Voor de vakantie, 2 weken voor de meivakantie, hebben we een doorloop gehad. Nou, die ging fantastisch en vandaag ging die nog beter. Dus we zijn er helemaal klaar voor volgende week. En dit keer is geen bestaande musical. Nee, dat klopt. Die hebben wij helemaal zelf geschreven en bedacht. Het idee is ontstaan bij hoofdstuk 2, eigenlijk als alle sprookjes zijn geëindigd bij ze leven nog lang en gelukkig. Daar zijn we nu. Maar dan is er één iemand die niet lang en gelukkig leeft en die probeert wraak te nemen op dat geluk. We hebben de magische boom en zolang die leeft kunnen we alle verhalen, alle sprookjes blijven vertellen. En die heeft opa Walt bedacht. Maar de magische boom die kan alleen maar groeien als die water krijgt door de gieter. Maar Boef, die steelt die gieter. Dus de boom die begint af te sterven en wij vergeten de verhalen en daarmee worden we ook onaardiger tegen elkaar. En verdwijnt het geluk, daar gaat het over. Het stuk dat gaat over sprookjes, maar ik heb het idee dat jij niet zo in de sprookjes gelooft, klopt dat? Nee, want ik moet ze eigenlijk bestrijden. Omdat mijn liefde van mijn leven is afgepakt. Ja, omdat ze is niet gekomen en daarom wil ik eigenlijk wraak nemen. Ik zie dat je hier bij jouw vader staat en ik hoor dat jouw vader ook actief is bij het Kleintje BMT, klopt dat? Mijn zusje doet mee, mijn moeder en mijn vader en ikzelf natuurlijk. Ik hoor dat jij het decor hebt gemaakt, onder andere ook de grot van je zoon. Hoe voelt dat? Ja, daar ben ik wel trots op. We zijn met een heel team, bouwen alle dingen eigenlijk achter de schermen. Ja, we hebben eigenlijk veel plezier. Veel schilderen en montagewerk, dat is gewoon leuk. En hoe vind je dat je zoon het doet? Ja, hartstikke goed natuurlijk. Ja, ik ben hartstikke trots. Wanneer zijn de uitvoeringen? 18, 19 mei in de Blauwe Kei in Veghel en 1 en 2 juni in Oorschot. Ja. In de Enk? In de Enk, ja. En er zijn volgens mij nog een paar kaarten, dus je moet snel zijn. Ja. En ik had ook gezien dat Boef hulp heeft van kleine boefjes, klopt dat? Nou, dat waren Schofje en Schurkje. Die hielpen eigenlijk het meeste. En hielpen ze je de goede kant op of de verkeerde kant op? Dus daar moeten de mensen voor komen? Ja, eigenlijk wel, ja.